Welkom bij alweer de laatste aflevering van de Wintertuin Jazz Experience. Let op, want na deze aflevering kan je mij helpen kiezen welk talent er mee mag doen in onze theaterconcertserie. Kijk even mee naar het talent van vandaag. Hi, hoi, ik ben Gwen, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Baarn. Mijn ouders zijn ook muzikant, dus ik heb eigenlijk mijn hele leven al een beetje naar jazz geluisterd. En ik vind het altijd een heel mooie muziekstijl en ik vind het ook heel fijn om te zingen. Dus jazz is eigenlijk ook mijn jeugd en ja, wat ik nu ook altijd hoor, het is gewoon altijd iets geweest wat heel vertrouwd voelt, heel erg als thuis. Dus ja, dat is voor mij jazz, denk ik. Het is meer dan muziek, het is een soort van gevoel of zo van thuis zijn en familie. Als ik deze show zou kunnen doen, zou ik echt heel veel van betekenen. Mijn droom is wel om zangeres te worden. En het zou me helemaal blij maken, gewoon alles zou helemaal goed zijn in het leven. Als jullie thuis vinden dat ik een beetje oké kan zingen en je denkt, god, dat klinkt, dat doet geen pijn aan mijn oren, zou het echt super leuk zijn als je voor mij kan stemmen. En dan kan ik eindelijk mijn droom weer maken om artiest te worden. Ja, en fijne dag en doei! Gwen, ontzettend fijn dat je er bent. Dankjewel. Welkom, welkom in de Wintertuin Jazz Experience. Alweer de laatste aflevering. Hey, en je bent gekomen met wie? Mijn vader Job Kajatu. Ah, je vader. Ja, yeah. En ja, daarom mogen jullie ook zo dicht bij elkaar natuurlijk. Precies. Super. En je hebt gekozen voor een jazzstandaard die Chet Baker ook heeft gedaan. Yeah. Een heel mooi, een beetje tragisch liedje. Ja. Echt een van de liedjes die ik me ook heel goed kan herinneren van Chet Baker. En je bent eigenlijk nog heel jong. Je bent ook nog maar net begonnen met je opleiding, hè? Met je zangopleiding. Ja, mijn vooropleiding in Amsterdam. Welke opleiding is dat? DSOPM, dat is Dutch School of Popular Music. Ja, je zit in de Q-Factory, hè? Ja, in Amsterdam. Ja. Leuk. Hey, ik denk dat iedereen zit te popelen om naar jou te luisteren. Ja. We gaan van jullie genieten in I Fall in Love Too Easily. We zijn ontzettend benieuwd weer wat jij ervan vindt. Dit was de laatste Wintertuin Jazz Experience. Je kunt ons volgen op Facebook en Instagram of je aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website www.jazzlegends.nl om op de hoogte te blijven
en jouw keuze aan te geven. Bedankt voor het kijken.